Hallo, mijn naam is Michiel Verijn. Ik ben promovendus aan de Universiteit van Tilburg bij het departement van Sociologie. En ik doe onderzoek naar sociale waardecreatie door ondernemers binnen de verzorgingsstaat. En zowel sociale ondernemers als de verzorgingsstaat hebben als gemeenschappelijk doel sociale waardecreatie. En ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de dynamiek hiervan. Als we het hebben over sociaal welzijn van burgers, bedoel ik hiermee ook sociale waardecreatie. En vaak wordt dit bereikt door verschillende programma's dat zich inzet op armoedebestrijding, het voorkomen van sociale uitsluiting, programma's die zich inzetten op sociale stabiliteit, gelijkheid en ook integratie. De verzorgingsstaat kunnen we begrijpen als een heel stelsel van sociaal beleid en programma's. En dat zijn programma's gericht op gezondheid, de ouderenzorg, familie, werkloosheid, sociale uitsluiting, maar ook huisvesting. En het is niet alleen dat de overheid bijdraagt aan deze sociale waardecreatie, het zijn ook sociale ondernemers. En in de woorden van Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, succesvolle sociale ondernemingen kunnen namelijk ook bijdragen aan de oplossing van taaie maatschappelijke problemen. En we zien echter dat sociale ondernemers vaak actief zijn daar waar de overheid of de markt juist faalt. Dus er is een bepaalde sociale behoefte waarin niet wordt voorzien door de overheid of de markt. En dit biedt kansen voor sociale ondernemers om juist actief te zijn. En zij zijn daardoor ook te vinden in veel sectoren, net als de verzorgingsstaat ook. Maar voornamelijk zijn zij actief met werkintegratie en inclusiviteitsactiviteiten. En ten gevolge dragen zij dan ook bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals. Maar waar vindt dat sociaal ondernemen nu eigenlijk plaats? Op een heel spectrum van ondernemen. Als we naar deze figuur kijken, dan zien we helemaal rechts bedrijven staan die 100% puur gedreven worden door het maken van winst. Gaan we iets naar links, dan vinden we bedrijven die oog voor mens en milieu hebben, maar nog steeds het maken van winst als allerbelangrijkste doelstelling hebben. Helemaal links van het spectrum vinden we organisaties die geen verdienmodel hebben, die al 100% afhankelijk zijn van financiële steun en 100% zich inzetten voor sociale impact. U raadt het vast al, de sociale onderneming die heeft wel een verdienmodel, die opereren zoveel mogelijk onafhankelijk. En de maatschappelijke missie bij deze ondernemingen is altijd het hoogste doel. Dus het maken van winst is zeg maar een middel om het doel te bereiken. Enkele jaren geleden was er nog het geluid dat Nederland achterop liep op het gebied van sociaal ondernemen. En de overheid die vond dat hier wel degelijk iets aan gedaan moest worden. En zo zijn er ook verschillende rapporten uitgebracht die gaan over het stimuleren van sociale ondernemingen binnen Nederland. En afgelopen zomer heeft het kabinet besloten om een aparte juridische rechtsvorm op te richten voor de sociale onderneming, oftewel de maatschappelijke BV. En het is u vast niet ontgaan dat ook sociale ondernemers in Tilburg actief zijn. Enkele jaren geleden was er nog het geluid om Tilburg aan te bieden als een soort proeftuin voor onderzoek naar sociale ondernemingen. En enkele voorbeelden in Tilburg bijvoorbeeld zijn Quote 500, of de Quiet 500, dat met een knip ook naar de Quote 500, dat zich inzet om het in kaart brengen van armoede in Tilburg ook. En de opbrengsten van dit blad, dat wordt ten goede gedaan aan armoedeverzachting, maar ook initiatieven die zich inzetten op solidariteit en saamhorigheid. Of Interdementia, dat zich inzet om meer begrip en inlevingsvermogen te creëren rondom dementie. Of Prins Heerlijk, dat zich inzet voor jongeren met ernstige leerproblemen bij het leren en werken. Of Sarban de Toekomst, dat zich inzet voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, zodat zij beter kunnen participeren binnen de maatschappij. Of Alles Zelf, een platform voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. En in het verlengde hiervan de Social App, dat zich inzet om eenzaamheid onder de ouderen aan te pakken binnen Tilburg. Goed, dat zijn dus enkele voorbeelden van sociale ondernemingen, ook in Tilburg. En laten we nu eens kijken hoe dan eigenlijk dat hele sociale beleid van de verzorgingsstaat eigenlijk leidt tot sociaal ondernemerschap. Ten eerste kunnen we de vraag stellen, in hoeverre is de verzorgingsstaat van invloed op de bereidheid van mensen om het pad van sociaal ondernemerschap te kiezen? Om deze vraag te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van grootschalige en internationale surveydata. En mensen werd gevraagd in deze vragenlijst of zij de voorkeur hebben om als zelfstandig ondernemer door het leven te gaan. En degene die ja hebben beantwoord, hebben ze natuurlijk gevraagd van waarom is dat dan zo? Een van de opties was het bijdragen aan de maatschappij.
En dit is natuurlijk een heel belangrijk component binnen het hele begrip van sociaal ondernemen. Echter, het percentage respondenten dat hiervoor kiest is zeer laag, zo rond de 1%. En we zien ook dat de kans hierop eigenlijk alleen maar daalt, afneemt, wanneer de overheid meer uitgeeft aan het sociale domein, gemeten als het percentage van het bruto binnenlands product, wat vaak als een maatstaf fungeert voor de verzorgingsstaat. Dus hoe sterker de verzorgingsstaat, hoe lager de kans dat mensen voor zelfstandig ondernemerschap kiezen, met als motivatie om bij te dragen aan de maatschappij. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met al actieve ondernemers? Nou, om deze vraag te beantwoorden heb ik wederom gebruik gemaakt van internationale en grootschalige surveydata. En ondernemers in deze vragenlijst werd gevraagd om 100 punten te verdelen over 3 doelstellingen: financieel, sociaal en milieu. En ik heb in dit onderzoek puur gekeken naar de sociale doelstellingen, waaronder dus positieve invloed op de maatschappij. En wat blijkt als je commerciële ondernemers vergelijkt met sociale ondernemers, dan vinden we een aanzienlijk verschil in de sociale oriëntatie. In de linker grafiek zien we commerciële ondernemers met een gemiddelde score van 23 op een schaal van 0 tot 100. Terwijl sociale ondernemers, degene die in deze vragenlijst hebben aangegeven dat zij een bijzonder sociaal milieu of een gemeenschapsdoel dienen, hebben een gemiddelde score van 50. Als we dan kijken naar het effect van de verzorgingsstaat op die sociale oriëntatie van deze ondernemers, dan vinden we dat voor zowel commerciële ondernemers, aangegeven met de blauwe lijn, als sociale ondernemers, aangegeven met de rode lijn, er een positief effect plaatsvindt. Oftewel, hoe sterker de verzorgingsstaat, hoe meer ondernemers, eigenlijk in hogere mate ondernemers aangeven dat zij dus ook positief willen bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast heb ik ook nog een onderzoek uitgevoerd naar wat eigenlijk sociale ondernemers drijft om een sociale impact te meten. In deze vragenlijst was het item: mijn organisatie levert aanzienlijke inspanning om sociale en ecologische impact te meten. En van de antwoordcategorieën mee eens en sterk mee eens heb ik de instemmende groep gecreëerd. En het blijkt dat 2 op de 3 sociale ondernemers hun impact meet. Waarom dan? Blijkt dat type financiering hierdoor iets doet. In de linker de staafdiagram vinden we dat bijvoorbeeld het effect van informele relaties niet aanwezig is, dus van vrienden of familie. In het midden zien we financiering door banken. Dan vinden we ook geen verschil tussen sociale ondernemers die wel of geen financiering hebben gehad. Maar wanneer sociale ondernemers, zoals rechts te zien is, financiering te krijgen van de overheid, dan is er wel sprake van een hogere kans op het meten van sociale impact. Kijken we naar interne drijfveren, dan vinden we dat sociale ondernemers voor wie het verdienmodel ondergeschikt is aan de maatschappelijke missie en mate van innovatie leidt tot een hogere kans voor het meten van sociale impact. Dus kortom, wat ik tot nu toe heb bevonden is dat beleid gericht op het sociale welzijn van burgers, dat zorgt ook voor sociale ondernemers. Maar echter, het zorgt ook voor een lagere bereidheid om het pad van sociaal ondernemerschap te kiezen voor degenen die dat nog niet zijn. En sociale ondernemers die echt gaan voor die sociale waardecreatie en innovatief zijn, die meten dus eerder een sociale impact. En dit hangt ook af van overheidsfinanciering. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. En mocht u dan nog geïnteresseerd zijn in meer onderzoeksbevindingen of wilt u hierover sparren met mij, dan kunt u altijd nog contact met mij opnemen of straks bij mij in discussie gaan. Hartelijk dank.